En dan was er ook nog nieuws over de dag dat Omtzigt uit de formatieonderhandelingen stapte. Weet je nog dat hij opeens in het Postiljon Hotel was en stiekem aan de pers liet weten dat hij ermee kapte? Nou, dat wisten we al. Daar was Plasterk toen nog zo boos over. Maar we wisten nog niet hoe Omtzigt daar gekomen was. Nu wel. Dinsdagmiddag kreeg ik de vraag, de heer Omtzigt moet snel naar het Postiljon Hotel. Vindt u het goed dat hij met uw dienstauto en chauffeur daar naartoe wordt gebracht? En toen heb ik gezegd, ja, dat lijkt mij uitstekend. Maar ik wist op dat moment natuurlijk ook niet wat het doel van die bestemming was. Dus Omtzigt heeft het niet alleen uitgemaakt via een appje. Hij is erheen gereden in de auto van Plasterk. Er is ook nog een foto van Omtzigt in die auto. Hier, kijk. Classy, toch? Ja. Zo reed hij heen.